Stel, je speelt in een bandje en je besluit een cd te maken. Geen studiowerk, maar een live opname, want ambiance is je handelsmerk. Gezien bij optredens het publiek altijd uit de bol gaat. Zo begint ook het verhaal van de MG Band. Deze groep professionele muzikanten uit Kortrijk, Menen en Noord-Frankrijk speelt covers van bekende soul, funk en bluesnummers en ze willen die nu verewigen met een live cd. Vrijdag speelde de MG Band in de Kortrijkse Concertstudio. En omdat een live opname niet zonder applaus kan, stonden een applausmeester het talrijk opgekomen publiek klaar. Wanneer er nummers zijn, en dat zijn ze bijna allemaal, die heel herkenbaar zijn, dan mag er ook geapplaudisseerd worden in het begin van het nummer. Lift a good job in a city, working for the man every night and day. In feite zijn we toch een echte live groep en de mensen hebben ons leren kennen live natuurlijk en door het feit dat toch we toch ergens een goed visitekaartje willen afgeven aan de mensen, hebben we gekozen voor een live cd. Ik heb er in principe zelf een klein beetje en zelfs een groot beetje van verschoten dat er zoveel werk komt bekijken op zo'n opname. De techniek alleen, alles die meeloopt op 32 sporen zou ik zeggen. Het is een hele equipe, dus zij zijn ook met 7 man. We zitten met de studio dus van de PA zelf. We zitten dan met de studio in Frankrijk. Die alles wordt dus volgende week nog een keer opnieuw gemixt, spoor per spoor. Ja, en dan moet er nog de persing gebeuren via een andere studio, dus terug naar België. Dat is iets dat ik nooit zal vergeten in mijn leven, daar ben ik zeker van. Wanneer onze Mark, onze zanger Mark, vraagt om mee te zingen, dan zingen we met z'n allen mee. De nummers van James Brown, het is Redding, die spelen we toch niet klakkeloos na, die geven in feite een eigen cachet, want de mensen die hebben misschien de plaat, maar die komen kijken naar live optreden en zeggen, amai, die zijn anders gespeeld en toch tof, dat je als klakkeloos imiteert, dan is in feite de verrassing weg. Hè. Opgepast, We Want More, 1, 2, 3! Volgend jaar komt er zeker een cd op de markt, dus met eigen nummers. Daar ben ik zeker van. Muziek met mensen uit eigen streek, het noorden van Frankrijk, rekenen we daar dan wel even bij natuurlijk.